was met mijn zusje was ik in Utrecht op het terras. Zij vraagt heel vaak van ja, krijg ook wel eens DM's en zo. Dus ik zeg, ja joh, moet je zien, dit en dat. En op een gegeven moment, bam, weer een pik. Dan ben je pikken dan dames. Ja, echt. Brutaal. Hey, hi. Oh, ja, doe dat zo. Oh. Was goed? Ja, kom hier. Mijn naam is Pieter Velli. Je kan me kennen van de TikToks en de Instagram-video's. En dit is mijn vijfde interview. De jongere ik. Want ik was toen ik jong was heel onzeker en heel verlegen. Zo van je kleine ik terugzien. Ik vond het vroeger altijd heel eng om in het midden te staan. Stel je voor, je moest, er was een kring en je moest je voorstellen. Of je moest in het midden staan, je moest iets doen. Of je moest op het podium staan. Ik weet nog wel, een paar jaar terug, dan ging ik naar een auditie of zo. Nou joh, echt niet normaal. En dan wilde ik bijna omkeren. Toen was ik door met een programma op de tv. Volgens mij of The Masked Singer of een andere. Iets van, dan moest je zingen, maar dan moest je playbacken. En ze wilden me echt hebben, want ik had ook een filmpje opgestuurd en ze waren helemaal enthousiast. En dat was 3 jaar terug volgens mij. Dus ik ging heen en toen zei ze in één keer in het kantoor van, oké, kun je nu even wat doen? Gewoon even wat geks. Doe maar jouw nummertje op, die jij hebt ingestuurd. Nou, ik blokkeerde. Ik dacht, nee, dat kan ik niet. Ik dacht even, wat denken al die mensen wel niet? En toen zei ik gewoon echt zo van, nee, ik blokkeer, ik kan het niet. Dus ik ging nog buiten het kantoor. Die meid, joh, die video, joh, je hebt het in je 100%, maar je laat jezelf gaan. En toen stapte ik in mijn auto en toen schold ik keihard en dacht, godverdomme joh. Wat de fuck ben ik aan het doen, joh? Van, en wil ik het wel, maar dan doe ik het weer niet. En toen dacht ik op een gegeven moment, 2 jaar terug echt zo van, joh, als ik dit volhoud. Terwijl ik het hartstikke leuk vind, maar ik blokkeer of angsten, dan kan ik beter alles opgeven en dan gewoon iets anders zoeken. Maar dat wilde ik dus niet, dus ik dacht, oké, weet je wat, face your fears. En toen begon ik dus ook met TikTok, toen ging het balletje rollen. Kijk waar je nu zit. Bij Vijs. Ja, volgens mij Piedro, want Pieter vond ik was vroeger niet blij met mijn naam, dus ik noemde mezelf Piedro, gewoon op games, op mails. Ja, of Pierre was het. P-J-E-R. Pierre. Pierre van Leijen. @hotmail.com. Op Call of Duty heet ik ook Pierre. FIFA, Pierre. Maar dat vond ik mooi, gewoon echt, ja, mooi, weet je wel. En Pieter, ik was echt niet blij, want ik heb echt jaren aangegeven aan mijn moeder van... En ze wilde uiteindelijk ook mee naar het gemeentehuis om mijn naam te veranderen. Toen was ik 14 of zo, 15. En mijn moeder zei echt van, nou, als je het wil, dan gaan we het doen. En toen, bij dat moment, dacht ik, ho. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik zei het wel jarenlang en mijn moeder was van, ja, oké, weet je wel. Van, als je het echt wil, dan kan het. Want ja, ze denkt natuurlijk van, als mijn kind niet blij is, dan doen we het wel. Maar nu vind ik het een hele mooie naam. En het past bij mij, ik ben een ja, nuchtere Hollandse jongen. Pieter. In plaats van Pierre. Gebruik je soms nog Pierre? Nee. Nou, af en toe Pierre ongeluk. Is heel slecht. Ik had laatst nog, zat ik, wat was het? Ja, dat was een basketbalwedstrijd. Op een gegeven moment zie ik een account en die had een foto gestuurd. Dus ja, en ik zat naast mensen en die keken een soort van mee, weet je wel. Ik zat gewoon op dit. Ik open het en ik kreeg gewoon een pik. Ik denk ook zo, what the fuck is dit dan weer, weet je wel? Dus, en diegene naast zij, die denkt ook zo van, weet je wel, van... Nou, ik dacht echt, what the fuck? Dat was echt, joh, dat ik echt jemig. En ik had het een keer, dat was ook nog laatst, was het ook weer. Was met mijn zusje, was ik in Utrecht, op het terras. En op een gegeven moment, zij vraagt heel vaak van, ja, en hoe vind je dat nou? En dat ze herkend worden en dat ze een foto vragen. En ik kreeg ook wel eens DM's en zo. Dus ik zeg, ja, joh, moet je zien, dit en dat. En op een gegeven moment, bam, weer een pik. Mijn zusje ook, wow, weet je wel. En ik zat ook zo, oh, weet je wel. Van, ja, joh, maar... En dat heb ik denk totaal nu, in de afgelopen twee jaar dat ik het doe, echt... ik denk wel 40, 50 pikken. Maar ook dames hoor, ook dames. Maar meer pikken dan dames, ja echt. Nou, mijn moeder die is heel goed daarin en heel sterk. Mijn moeder is een heel sterke vrouw. Ze heeft laatst ook weer een traject gedaan, een studie.
voor psychologisch coaching. Het is gewoon wijze lessen, levenslessen die zij zelf hebben ervaren. En dus bijvoorbeeld met een relatie, weet je wel, van ja, dan kun je denk ik erin blijven hangen. Ze zegt ook, weet je, je mag erover balen, je mag jezelf je mag even huilen. Maar geef jezelf wel een uurtje of een dag of een week, maar daarna klaar. Want het is heel verslaafd natuurlijk als je erin zit of negativiteit. Dus ja, ze zegt ook, hup joh, schop onder je hol, ga sporten. Of ga op tijd slapen en leg dat kastje weg, mobiel. En hup, kom maar bij mij eten en maak wat goed eten. En maak ze 4 groentes, aardappelen, een jus en een vleesje. En dan hup, en je moet op tijd naar bed. En morgen bel ik je wel weer. Weet je wel, dat is wel goed. Ze kan ook zeggen, oh weet je, oh ben je zielig. Wil je patatjes? Dat kan ook. Maar dan gaat je, ja ik wil patatjes. Gewoon echt een nuchtere mentaliteit. En mijn vader die is echt het tegenovergestelde, die is, ja, weet je, die is ook wel nuchter. Maar die is heel rustig en die zegt van, joh, weet je, als het niet gaat, dan gaat het niet. Weet je wel. Dus ik dankjewel.